Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe World War 2 video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Ik ben op dit moment de maximale level die je op dit moment in de beta kan halen, namelijk level 20. En ik wil jullie eigenlijk iets laten zien wat sommige mensen nog niet op dit moment weten. Want als jij de Infantry Division pakt, oftewel de bovenste division, dan zie jij allemaal verschillende levels staan waarbij je bepaalde dingen kan vrijspelen. Zo heb je bijvoorbeeld de bajonet op je wapen zitten, oftewel dat mes dat op je wapen zit waarmee je natuurlijk kan chargen en een enemy kan killen. Zo heb je bij level 2 heb je een extra attachment die je erop kan zetten. Zo heb je bij level 3 extra magazijns, oftewel gewoon extra ammo. En zo heb je bij level 4 een ability waardoor je sneller kan bewegen terwijl je ingezoomd bent. Oftewel, move faster while aiming down sight. Oftewel, stalker. Oftewel, stok, hoe je het ook wil noemen. En heel veel mensen weten dat nog niet. En wat stok doet, is op het moment dat je ingezoomd bent, dan kan je sneller naar links en naar rechts en naar achter en naar voren bewegen. Dus dat ben ik op dit moment aan het vrijspelen. En dat gaat waarschijnlijk echt gewoon hoe jij speelt met de assault rifles veranderen. Want er is niet een bepaalde perk natuurlijk in deze game waardoor je dat kan hebben. Maar je moet echt die level 4 bij de Infantry Division halen om sneller te kunnen bewegen terwijl je ingezoomd bent. Wat ik vandaag ga gebruiken is de STG 44 met daarop een quickdrone sneller in te zoomen. En de reflex sight om gewoon een beter richtpuntje te hebben. En gebruik ook nog eens de Forage Basic Training. Wat inhoudt dat op het moment dat ik een enemy kill, ik letterlijk zijn ammo kan oppakken. En ik ook nog eens sneller van wapen wissel. Dus ik vis veel sneller naar mijn pistooltjes toe, wat ook altijd handig is. Dus we gaan lekker potje spelen. Ik hoop dat het goed gaat. Zo makkelijk is het. Dus tot en met. En gaan we dan, jongens, in ons prachtige Domination potje. Ik moet even iets kort zeggen over Domination. Want het is zo dat jij in Domination maar 50 punten per kill krijgt. Maar dat je wel heel veel punten per vlag krijgt. Dus het is zo dat eigenlijk ze Domination echt hebben veranderd in een objective game mode. Je moet ook echt objectives pakken. Wil jij je scoresies bijvoorbeeld kunnen halen? Want anders heb je gewoon zoveel punten ervoor nodig. Dat is echt niet meer gezond. Dus ik ga ook proberen gewoon de vlagjes te pakken. We gaan ze proberen te grapen. En op die manier onze scoresies nog eens lekker binnen te slepen. Ah, jij kan volgens mij wel goed snipen, jongen. Heb ik zo in de gaten. Dus die gozer moeten we even in de gaten houden. Want als iemand je neersnijpt, dan ben je daar niet zo blaar mee. Oh, thanks teammate. Help me even met de aanvlag dan. Uh-oh. Uh-oh. Recon aircraft ready. All positions secured. Oh. Kijk uit, teammate. Ik roep eerst een recon plane in, want er zit er dus eentje achter in de map. Dat was hem, dankjewel. Oké, glidebom is ook ready. Je ziet het, ik pak die vlaggetjes, jongens. En dan kan je scoresix eigenlijk nog wel gewoon lekker chill droppen. Maar ja, je krijgt maar 50 punten per kill. Dus dat is ook echt wel de bedoeling. Dat je dus vlaggetjes gaat pakken in Domination. Kom maar naar boven. Ik ben dood. Hij gooit een granaat. Ik heb nog één kogel. Nee! Ik had nog één kogel! Ik had nog één kogel op pistooltje zitten, man. Ah, dat is jammer. Oké, artillery komt eraan. Dat zijn gewoon allemaal bommetjes die natuurlijk uit de lucht komen vallen, zoals je kan zien. Daar gaan ze. En die heb ik gewoon op de B-vlag gegooid. Zodat misschien wel mijn teammates hem kunnen gaan pakken. Oh, lucky bastard. Ja, ik heb een hitmarker, nog een hitmarker. En twee kills. Kijk eens aan. Dankjewel, dankjewel. Het werd wel eens tijd om daar een killetje mee te krijgen, hè. Hey, teammates, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we lopen, jongens? We moeten Baker zien te krijgen, want dat is de B-vlag. En mijn teammate zit er nu op, dus als ik hem kan verdedigen, wat zo te zien goed gaat, dan hebben we die vlag. Oh, dat is een hele vieze plek in deze map, man. Dat is echt een headglitch eerste klas. En ik moet zeggen, in deze map zitten er best wel heel veel headglitch. En die moet jij echt wel gewoon in de gaten houden. En je moet ook goed opletten of daar geen enemy achter staat. Want ze zijn echt mega hard namelijk in deze map. Dus hou daar heel goed rekening mee. Want je wil er natuurlijk liever niet door dood gaan. Ja, ik weet dat je daar zit, maar komt die alsnog naar boven? Volgens mij was dat dezelfde persoon. Nee, er zit er nog één. Ja, bedoel ik niet. Zit er daar ergens achter dat muurtje er nog eentje. Ik ren er gewoon op af, hoor.
Weg hier, weg hier, weg hier. Ik zit vast. Woe! Ik denk dat ze dan wel naar me toe gaan komen nu. Ik geef ze 3 seconden. 3. 2. Nee. 1. Ik hoor hem. Ja, ik hoor hem. Sorry. Sorry, teammate. Ik hoorde hem aankomen lopen. Daarom bleef ik nog heel veel langer wachten. Maar daar dus nu uiteindelijk mijn teammate helaas wel... doodgaan. Zit er nog één daar links? Zit er nog één links daar? Ik roep eerst mijn glijdbom in. En dan zit er eentje naast me nog? Nee. Komt er wel één door die tunnel heen, die pak ik wel. Doei! Sorry, vriend! Volgende keer doe ik het gewoon nog een keer. Gaat hij terugkomen? Die granaten moet je echt voor oppassen. Als je iemand ziet met een granaat in zijn handen die hem ook nog eens aan het koeken is, wat deze guy dus deed, dus dat hij hem eigenlijk lang vasthoudt, dan geef ik je 1 tip, dan zal ik echt rennen, jongen. Dat is niet gezond. Zo, 10 meter was slordig. Slordig. We moeten kijken of we af kunnen komen. Want we moeten nog een vlaggetje hebben op dit moment namelijk. Nou, A gaan we niet op afkomen, denk ik. Ik weet eigenlijk wel zeker dat we niet op A af gaan komen. Spannend namelijk nog steeds bij A. En die vlag gaan we dus sowieso niet zomaar krijgen. Dat weet ik wel, helaas. Oh, halftime! Woe! Wat een lekker eerste rondetje, man. 27-3 staan wij op dit moment. Dus we zijn goed aan het spelen. Maar kijk, deze guy die kan ook wel snipen, hoor, eerlijk. Erskoben. Oh, dat was helemaal aan het begin van het potje volgens mij. Want toen killde ik hem hier namelijk. Kijk maar, daar kom ik aan. Onder in beeld, daar kom ik aan. Hier kill ik hem net. Super dope, jongen. Ik wist het. Dat was helemaal aan het begin van het potje. En je hebt natuurlijk nu niet meer een killcam aan het einde van het game. Maar je hebt eigenlijk een play of the game, om maar zo te noemen. Dus degene die de beste feed haalt. Degene die gewoon iets moois haalt in het potje, die krijgt de killcam. Dus het maakt niet uit of je dat aan het begin haalt of helemaal aan het einde haalt. Degene die iets moois haalt, die krijgt de killcam, om maar zo te noemen. Dus ik vind dat super dope. Zo, dankjewel teammate, want ik wist even niet meer waar die was namelijk. Heel veel mijn artillery inroepen. Oh, dit is mijn glijdbom, ook goed. Ja, jij zit beter pakken hè, vriend. Mooi is even niet, jongen. Roep mijn artillery gewoon op de C-vlag in. En dan wil ik hier wel even weg. Oh. Ik wilde graag op afrennen, maar ik heb geen suppressor aan. Dus op het moment... Wajo. Teammate, help me. Op het moment dat ik begin te schieten, wat ik dus nu heb gedaan... Dan weten de enemies wel meteen waar ik zit. En ze zitten me daar op te wachten, dus ik ga er mooi niet op af. Yep, hij zit nu ook om me te schieten. Wajo, jongen. Dit is echt levensgevaarlijk, joh, dit potje. Dat is niet gezond, jongen. Maar we hebben de B-vlag, daar gaat het uiteindelijk om. Ik wist al dat hij hier naartoe ging lopen, maar ik wist niet hoe die erop had gelopen. Enemy recon aircraft observed. Oh, oh. Oh my god. Jezus, jongen. Jongen, ik ben echt bijna dood, jongen. Dat is niet normaal. Oh, ik zag hem niet. Oh, ik zag hem niet, joh. Ik wist niet waar hij stond. Ik kon hem niet zien. Goeie kill, vijand. Ik speelde het iets te rustig, man. Ik had er eigenlijk harder op af moeten rennen. Zit er één bij A. Nu niet meer. Zo. Ze mogen natuurlijk niet bij je vlag gaan lopen, want dan gaan ze hem pakken. Dus vandaar dat ik eventjes focust op die guy. Ze gaan naar B toe. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Hoppatee. Nice. We gaan lekker, hoor. Hij zit daar. Mijn team werd ik weer zo langs, joh. Goed blijven opletten, boys. Of girls. Ik weet natuurlijk niet wie er speelt. Daar zit niemand meer. We moeten er denk ik even... Als we er iets harder op afrennen, dit potje, dan kunnen we ze echt wel hard pakken. Want ik ben nu iets te langzaam aan het spelen, namelijk. Ook een beetje omdat ik bang ben, eerlijk is eerlijk.
Daarvoor ben ik dus bang. Maar als wij gewoon naar C kunnen komen, dan flippen we de spawns weer naar A terug. Want zo veranderen ze natuurlijk. De enemies durven er ook nog wel op af te rennen hoor. De teammates hier doodgegaan. Achter me. Ja, dankjewel jongens. Thanks. Thanks voor die hulppos. Kijk uit hoor. Ik zweer het. Kijk uit. Hij stond net in dat plantje. Daardoor ging ik dood. Wajo. Granaatstun. Alles komt eraan. Zit een enemy meteen op het hoekie. Poeptiming. Wat een poeptiming. Net als ik wil lopen. Komt die doekie om, hè? En ik moet je zeggen, ik heb nu deze game al best wel veel gespeeld. De timings in deze game zijn echt real, jongen. Dat is niet gezond. Af en toe blijf je heel de tijd staan. En net op het moment dat je erop afloopt, dan komt net die enemy het hoekje omlopen, weet je wel. En dat heb ik echt al super vaak gehad. Zij staat er nog steeds. Wauw, die vet staat er nog steeds. De enemies, ze durven niet meer. 39-7 sta ik. Mooie score, maar ze durven niet meer. Ik hoop dat die granaat raak gaat. Zo, dankjewel. Die had een suppressor. Ze pakken Alpha nu. Ze pakken Alpha. Ik kom eraan. Oh, we hebben A verloren. Maar hij is dood. Kijk, dan pak hem toch weer terug. Is niet erg. Kan gebeuren. Maar je ziet het. Ook al ga je super beast, je scorsies halen in domination. Is echt nog wel aan de lastige kant. Als ik heel eerlijk mag zeggen. Maar, oh, maar dat brengt weer een mooie moeilijkheidsgraad met zich mee. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk op deze manier. Plus, er gaan meer mensen voor de objective spelen. Wat natuurlijk wel de bedoeling is van Domination. Ja, die fan moet even dood, jongens. Ah, hij durft niet meer. Ze waren ook nog eens geliefd, joh. Jammer, man. Hij zat hier ergens onder dit kamertje. Maar de tweede helft die ging veel minder goed dan de eerste helft. Want de enemies... Ze begon eigenlijk een beetje gewoon te campen hier op deze positie. Waar nu ook de Bronze Star is gehaald. En ik wist ook niet meer hoe ik er echt gewoon doorheen moest beuken, zeg maar. Ik had helemaal over de linkerkant kunnen lopen door de grot heen. Was mogelijk. Heb ik niet gedaan. Dus uiteindelijk heb ik nu een eindscore van 42-8 als ik het goed heb. Dus het was gewoon een lekker mooi potje. Oh, 41-8, sorry. Dus ja, sowieso goed gespeeld, man. Als jullie hebben genoten, mensen, ram natuurlijk zo'n keihard op like. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal voor meer World War 2. Check natuurlijk andere video's ook uit. En dan zeg ik thanks for watching. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.